Ik zou uit het raam springen. Raam zit dicht. Jammer. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Omega Ruby Alpha Tarlok met Sander van Gaming SB. Hallo Sander! Hey, daar ben ik weer. Daar is die. Je bent nog niet van me af hoor. Nee, maar dat wil ik ook niet. Dat wil ik ook niet. Ik vind het veel te leuk om op te nemen. Nee, ik had echt de kijkers niet eigenlijk. Dat willen hun ook niet, hun vinden de serie veel te leuk. Ah, nou dat scheelt. Dat scheelt. Dan krijgen we hierna nog een hele leuke lok, dus ik heb er echt zin in. Ja. Ik vind het ook echt een leuke serie om op te nemen. Oké, okay. Ja, nee, snap ik wel. ook echt van, oké, okay. Niet van, ja, dat vind ik ook. nee, het was meer zo van, oké, omdat ik verbaasd was wat hier nou allemaal gebeurde op het scherm. Ja. Nee, ja, ik kom ineens een cowboy tegen. Ik denk, hè? Cowboys zijn hartstikke alleen, ja, ik ben in een huisje gelopen. Ah. Waar ik niet in moet lopen. Dus ja, dat was kut. Nee, maar ja, zeker. Ik vind het ook hartstikke. Mooi. Ik geloof niks van. Ja, nee, snap ik. Hoor ik vaak. Een invisible obstacle, wat? Ja, je moet eerst rechts naar Steven en dan moet je op die brug lopen. Ik ging wel de goede kant op, potverdrie. En ik maar denk dat ik fout zat, nee hoor. Logische gedachte. Nou, hoe durf je? Tegen zo'n slimme man zo'n belediging te maken. Ik ben ook erg overtuigd van mijn eigen statement. Echt, zoals te zien op de facecam. Oh, en een crit en geflinched. Very nice. Zoals het hoort, inderdaad. Inderdaad, Sander, zoals het hoort. Nou. Ik dacht eigenlijk dat het tegen jou gebruikt werd. Nee. Maar goed, dat doet het niet meer. Dat maakt voor mijn opmerking niks uit. Het werkt beide kanten op. Precies. Je had eigenlijk niet moeten zeggen. Je had gewoon moeten zeggen, ja, ik was je helemaal aan het steunen door dik en dun. Maar ja, daar geloof ik nu natuurlijk ook nooit meer wat van. Oh, oeps. Nee, ik zit nog helemaal in de competitive. Ik heb vanmiddag caselock geëdit, jongen. Hotse vlot. Ik zit helemaal, we moeten competitive zijn en zo. En dat ik zit te lachen als ik Lely doodgaat of een story. Bitch. Ik zit ook te denken hoe die caselock ook weer eindigt. Oh, ik weet het wel. Ik weet niet of ik het kan zeggen. Ik weet niet. Deze video komt tweede week van februari. Nee, later. Eind februari, rond mijn verjaardag komt die uit. Eind februari. Misschien weten we op het moment dat deze video uitkomt wel al wat meer over de remakes. Oh, dat zou echt chill zijn, man. Nee, ja, dan kan ik niet zeggen hoe het eindigt, maar het is iets... Ik zeg het al tussen de opnames door. Ja. Dat is misschien het handigst. Die opnames zijn ook al gewoon meer dan een half jaar geleden inmiddels, toch? Ja. Echt hoor. Alles wat we daar zeggen is echt outdated. Ja. Zo. Alles goed? Het gaat lekker hier. Birdkeeper Will, met een Dodrio. Ja, die gaat dood. Dat klopt. Oh, wacht, had ik deze Keklin kunnen vangen? Ja. Maar er komen nog wel meerdere Keklin. Je kan Keklin ook gewoon in de bosjes tegenkomen, hè? Oh ja, tuurlijk. Maar die mag je vangen, ja, dat is een normal Pokémon. Ja, dit werkt natuurlijk anders dan een Slok. Je ook als je geen static encounter hebt, dan maakt het niet zo uit. Swampert uit. Ja, daar heb je wel weer echt weer geluk mee. Met je Swampert uit. Jij had ook een kamp, of een Grovenite uit.
Nee, een Septa Lightly. Oh ja, ja. Profile is niet... Laatst even. Weet je nog dat ik vorige aflevering of deze aflevering zei dat ik slim was? Ik neem het officieel terug. Ja, maar niemand had het, heeft het ook al voor waarheid genomen, hoor. Nah. Ik heb mezelf laatst nog helemaal Professor Layton zitten noemen op Twitter. Ja, toen zei ik dat je meer lijkt op Patrick Stapp. En toen zei ik, je hebt Luke Triton verkeerd gespeld. Dat weet Kijk, ik Luke dat Triton, zei. Daar had ik, maar had dat ik had nog... Dat had ik zeker niet verkeerd gespeld. Jawel, het leek net alsof er... Ja, maar er zat een typfout in. In plaats van Luke Triton leek het net alsof er Patrick Stapp stond. Ja, maar dat stond er ook. Ja, maar dat was dus een typfout. Nee, je had dat verkeerd gespeld, waardoor het leek alsof je bedoelde die domme gast uit... Wat de fuck is er met deze team gebeurd? Oh, wacht. Oh, de puzzel is wel hetzelfde. Nevermind. Nee, maar dat is een beetje zonde. Dat je die spellingsfout dan weer maakt. Hè? Dat is zo zonde. Je bent echt een bitch. Zo zonde. Echt. Ik haat Pelipper's. Pelipper's zijn veel te OP als je geen elektrische aanval hebt. Wacht. Oh, tuur, deze gym heeft ook Pelipper's, dan ben ik echt fucked. Ja, ik ben er al twee tegengekomen, twee Pelipper's. Ja, die kan mijn Gravelver niet aan, want dat is één teken. Ja, ik wou het net wat wil zeggen. Gravelver. Die kan mijn Graveler niet aan, want één waterhit en die is dood. Gast, doe nou niet zo. Ik doe echt hartstikke hard mijn best om... Ja. Om het uit te leggen en zo. Skarmory easy kill. Niet zo doen, hè, met je Skarmory easy kill. Nee, maar dat is gewoon zo. Oké, ik ga tegen Winona, de gymleader. Ik vind het wel jammer. Ik vond het echt... Want weet je waarom de Swallow van Winona shiny is in de anime? Nou. Omdat die anders niet... hoe heet het? Uit elkaar gehouden kon worden met de Swallow van Ash. Is dat de reden? Dat is echt de reden. Maar... Wow, nee. Dat gaat er bij mij niet in. Want de Swallow van Ash... Die is goud in die battle. Omdat Pikachu Thunderbolt doet... Nee. Dat is tegen Lysa en Tate. Damn it. Ja. Ik haal ze weer door elkaar. Ik denk steeds dat dit de double battle is. Erg teleurstellend dat. Ja, zeker. Ja, nee, dat komt omdat dit gewoon... Ja, dit is ook een slechte gen voor mij. Aangezien waar ik naartoe moet en zo. Swallow is 1 KO, eeuw. Nee, maar... Ja, dat klopt. Je hebt gelijk. Dat weet ik. Ik kan me dat eigenlijk helemaal niet zo erg herinneren meer tegen de Flying Gym van... Nou, ze hadden ook best wel best wel vet. Dus ik vind het sowieso vet dat ze Shiny Swallow erin doen. Omdat het een van mijn favoriete Shinies is. Maar wat ik ook vet vond aan die battle is dat ze dan allebei in zo'n pilaar helemaal omhoog gingen. En dan mocht je alleen een vliegpokémon gebruiken. Daarom was het Swallow tegen Swallow, zeg maar. Gebruikt ze allebei maar één Pokémon, zeg maar. En dan had je echt zo'n luchtbattle. Dat was best wel vet. Best een vette gym. Ja. Ja. Ja, ik zit nog steeds te denken, waarom dacht ik... Maar ik denk dat het komt omdat... Ik wist nog wel dat het met de pilaren, zeg maar. Dat wist ik wel, alleen... Ja, voor de rest. Dat de zesde gym was. Alleen ik dacht dat dat ook een dubbel battle was. Maar dat was niet. Ja, ik haal gewoon de zesde en de zevende gym door elkaar van Hoenn. Ik heb het in de gaten. Erg te herstellen, maar goed. Dat zeker, nou. Zeker. Oké, Altaria. Altaria is Dragonfly, toch? Ja. Oké, dan moet IJs keer 4, dus nu moet die 1 KO gaan met Ice Fang. Oké, Ice Fang. Ik heb iemand gedodged, ik weet niet of dat slim. Ik hoop maar. En dan hoop ik oprecht dat de gast was met de Pelipper. Ik heb gewonnen.
Oh, ik moet nog... Oh nee, ik moet nog tegen de Skarmory. Kut. Ik lachte je niet uit. Ik zei niet, hè. Hoorde je dat niet? Nee, maar ik hoorde wel je lach. Niet uit. Dus je liegt eigenlijk ook nog eens tegen mij. Nee. Dat is nog erger eigenlijk. Nou, het spijt me. Leugens. Nou, ik word hier gewoon uitgemaakt voor. Leugenaar, dat klopt, ja. Nou. Echt aan jezelf te danken. Nee, vind ik niet. Zo jammer dat ze dan ook weer een Hyper Potion doet. Echt vermoeiend. Ja. Yeah. Het is echt uitstel van executie. Ja, zeker. Hoe kom ik daar? Oké, Skarmory is gonzo. Oké, nu heb ik Grass Knot, daar heb ik ook nog eens niks aan. Nou, dus Grass Knot kunnen best wel veel Pokémon's kunnen Grass Knot leren. Dus voor een grasaanval is het best wel nice. Als je nog geen Pokémon met grasaanval hebt. Oeh, Petal Blizzard. Ja, maar dat heb ik. Met mijn Breloom kan ik wel verzekeren dat ik dat wel heb. Petal Blizzard is echt goed. Petal Blizzard? Wat? Ja, die kan dinges ook. Venusaur. Maar Ik heb echt nog nooit van die move gehoord. Volgens mij is het ook een generatie 6 move. Hmm. Ja, ik heb sowieso wel. Je hebt ook wel van die metronome battles. En dan zie je soms ook moves dat je denkt van, wat? Ja, echt hè? Ah. Bestaat dat? Ja. Ja, of van die signature moves van legendarische, weet je wel. 1000 arrows of zo, of... Weet je wat? Say that again. Ik ken die oprecht niet. 1000 arrows niet? En 1000 wave? Ken je die ook niet? Nee. Dat zijn allemaal Zygarde moves. Zygarde full form, zeg maar. Vandaar. Ja. Dat is generatie 7 moves zijn dat ook, ondanks dat Zygarde generatie 6 is. Ja. Ik dacht al van hun, maar... Even voor jouw duidelijkheid, ik heb dus de 6e gym verslagen, dus ik ga weer verder. Ja, pot voor 3, ik ben nog bij die ene gast. Ja, schiet dan godverdomme een keer op. Oh, zeg ik dat daar dan? Ik word gepest. Janken dan. Hey, ik heb ooit gelezen dat je kunt beter om 2 dingen tegelijkertijd janken, want dat bespaart je tijd. Wat is dat nou weer voor een onzin? Hey, goede tip toch? Ja. Maar ik moet heel even iets op. Ik heb 2 mensen ontweken, dus ik hoop dat... Oh ja, natuurlijk zijn dat... Dat zijn de 2 mensen met de Pelipper's. Dan waardoor mijn gear doet niet... Dan heb je echt geluk. Niet... Hoe heet het? Ja, daardoor heb ik mijn Geodude niet gezakt. Nee, je Graffler. Graffler. Mijn Graffler. Ja, die ja. Mijn Graffelder. Uh-huh. Ja, het duurt me echt lang, al is het wel mooi eigenlijk. Weet je wat trouwens ook echt een voordeel is van deze remakes? Misschien dat ik dat al een keer eerder heb gezegd. Maar dat je dus in de remakes wel met de fiets door hoog gras kan. Dat kan met de originele niet. Oh ja, dat dacht ik al. Van, oh, hier word ik dan gestopt door dat hoog gras? Nee hoor. Ging niet gebeuren. Hey, ik heb ooit gehoord dat deze Swallow in de anime een shiny is. Omdat de Swallow van Ash ook shiny is. Of om die uit elkaar te houden, zeg maar. Je bent vermoeiend. Ik vind die shiny die Ash heeft van Hoothoot. Of die Noctowl. Die vind ik ook wel vet. Ja, die vind ik ook vet. Dat is een beetje goudkleurig voor de mensen die... Ja, en dan met oranje accenten. Echt vet. Ja, die is echt vet. Heeft Ash überhaupt meer shinies gehad? Volgens mij alleen die, hè? Of... Vergeet ik er niet. Ik zit ook even te denken. Echt, ja, volgens mij geoond echt alleen maar die ene. Ja. Hij komt er wel mega veel tegen.
komt die zoveel shinies tegen? Ja, je hebt een hele Serebii page met alle anime shinies. En dat zijn er veel. Heel veel. Oh, is die Jigglypuff in het eerste seizoen, is dat niet technisch gezien ook een shiny? Omdat die groene ogen heeft in plaats van blauw of andersom. Is dat zo? Ik zie hoe dat zit. Volgens mij is daar een theorie over dat de Jigglypuff ook shiny is. Nou, weet je wat ik denk? Misschien dat... Want volgens mij is hij in anime heeft hij geen groene ogen. Maar bij de eerste TCG sets had hij groene ogen. Oh. Ja, er stond iets van bij dat ooit ook gezegd werd dat die Jigglypuff die steeds terugkomt, dat die ik ga meteen opzoeken voor je. Was, maar ik durf het ook niet met volle zekerheid te zeggen. Oh ja, het zit een beetje tussen blauw en groen in. Een beetje cyaanachtig. Ja, hij is niet zo licht als niet zo lichtgroen als de shiny vorm, zeg maar. Nee, oké. Okay, maar wel een beetje groen. Daarom was het waarschijnlijk ook speculatie dat het een shiny was. Niet echt 100% zeker, maar... Zal ik voor de fun eens die pagina opzoeken? Want ja, doe. Ik zit toch al op zoek. Kun je dat in beeld brengen? Nou, dat kost me te veel editwerk, maar... maar ik ga wel... ik zal ze wel even opnoemen, de anime shinies. Want dat zijn er echt veel, hoor. Ja, shiny Pokémon in anime. Ja, ze zijn echt veel. Oké. Okay. Oh, ze staan niet op... ze staan op Pokédex nummer. Dat is onhandig. Even kijken. Wat, waarom? Ja, dat heeft Serebii bedacht. Maar hij is een keer een shiny Pikachu tegengekomen in aflevering 1034. Dat zeggen we echt niks. Is dat Black and White? Is dat Diamond and Pearl? Is dat... Nee, dat is, Sun and Moon. Oh, vandaar. Hij is Shiny Psyduck tegengekomen. Die aflevering heb ik gezien. Dat is aflevering 1103. Dat is de nieuwste. Dat is Sword and Shield. En dan heb je ook echt een Shiny Hunter, zeg maar, in de anime. Fucking vet. Oh, dat klinkt wel vet, inderdaad. Ja. Een Magneton in episode 270. In New Marktown. Oh ja. Dat zegt me wel iets, die Magneton. Paar. Even kijken. Ja, want Magneton is een beetje goudachtig, toch? In plaats van zilver. Shiny. In de Johto League. In de Johto League is dat. Ja, dat zegt me wel iets. Klopt. Dan Shiny Mega Gengar. Shiny. Ja, Gengar, wauw. Dat is in de film Volcanion en de Magical Marvel. Daar zitten er trouwens wel meerdere in, hoor, weet ik al. Dat is film 19 of zo, zoiets. Okay. Ik weet dat er ook een Shiny Magearna in die zit. Ik moet ondertussen wel even opletten wat ik aan het doen ben. Shiny Magearna, serieus? Ja. Is Magearna überhaupt... welke Pokédex nummer heeft hij überhaupt? Ja, die staat waarschijnlijk helemaal onderaan ergens. Dat heeft toch ook geen Pokédex nummer, of wel? Of is het een Gen 8 Pokémon? Nee, Magearna is een Gen 6 Pokémon. Gen 6? Ja, volgens mij wel. Ik zal het straks voor je kijken. Maar in ieder geval... zien het vanzelf. Ja, een Shiny Onix... Als je een lijst opzet. Een Shiny Onix in aflevering 748. Dat is... even kijken, op Onyx Eiland, dat is, ik zit even te kijken waar. Oh, Unova, dus generatie 5. Ik wou serieus zeggen, ja, die weten we wel, want ik dacht van de Critical Onyx. Nee, ja, die zitten er niet bij, het gaat echt puur om shinies. Toen zei je van, dat is aflevering 400 of 700 nog wat, en toen dacht ik, oh ja, wacht, Crystal Onyx is geen shiny. Nee. Wat zeg ik? Shiny Magikarp, aflevering 368, Judgment Day. Dat zal ook wel leuk te zijn. Aan de artstyle te zien wel. Hij doet een recover, dat is kut. Hoenn is dat, Hoenn. Oh. Mid Hoenn. Shiny Gyarados, nou ja, die kennen we allemaal, hè.
Dat is natuurlijk de... In Johto. Als ik die niet in Johto tegenkwam, dan is het echt een slechte Pokémon. Ja, hij is later ook nog een keer teruggekomen in generatie 6, zie ik. Oké. Shiny Ditto, die aflevering kan ik me nog herinneren. Dat is in Sinnoh. En dan komt zo'n gast tegen, die heeft en een Shiny en een normale Ditto. Aflevering 641. Ah oh, ja, dat zegt me wel iets. Niet zo noemd. Shiny Dragonair, die heb ik ook gezien. Dat is met zo'n contest in generatie 6. Aflevering 912. Dan is er zo'n contestvrouwke, die houdt alleen maar van roze Pokémon's. Dus die heeft een Espeon en een Shiny Dragonair. Oh ja, nu je het zegt, ik kan het me nu wel weer vaag herinneren. Ik heb die dingen namelijk wel ooit één keer gezien. Maar ja, ik ken alleen echt seizoen 1 tot en met 5 ken ik echt een beetje, zeg maar. Mm-hmm. Shiny Noctowl, nou ja, die krijgt Ash natuurlijk in Johto. Shiny Ariados, deze wist ik ook. Dat is in een aflevering dat eigenlijk geen afleveringnummer heeft. Dat is Dawn's New Journey. Dat was zeg maar een soort van trailer aflevering van Sinnoh. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar dan... Nee, heb ik ook waarschijnlijk nooit gezien. Dan wordt Dawn zeg maar gecaptured door zo'n Ariados kolonie. En dat is die basis dan zo'n Shiny Ariados. Oké, what the fuck? Dat klinkt vet en raar tegelijkertijd. Yeah. Ken je Spiky Ear Pikachu? Pichu bedoel ik, Spiked Ear Pichu? Ja. Ja, die is ook shiny. Oh. Dat is ook zo'n special, zeg maar. Ja. Dan heb je een shiny Shuckle in episode 172. Dat is, als het goed is, Kanto nog, of niet? Oh nee, Johto. Early mid Johto. Nee, dat zal wel net Johto zijn. Ja, want Shinies bestonden ook niet in Kanto nog. Oh nee, dan kan Jigglypuff ook nooit Shiny geweest nee, zijn. Nee, het is nooit intentioneel geweest in ieder geval. Ja, ik wist wel dat er wat haken en ogen aan zaten, zeg maar. Ja, we zitten nu pas bij de Johto Pokémons, hè. Maar dus episode 172 was er een Shuckle. Dan Shiny Donphan, die kan ik nog heel goed herinneren. Dat is Leedhoenn. Volgens mij, als ik heel eventjes uit mijn hoofd doe, is dat de Battle Frontier afleveringen. Dan heb je zo'n vrouwtje, dat is dan zo'n bruine Donphan. En die wil dan paren, maar omdat zij bruin is, wordt zij zeg maar niet gekozen volgens mij. Ja, nu je het zegt, denk ik, oh ja, dat weet ik nog wel. Dat was ook wel vet hoor. In de Battle Frontier staat echt vette battles. Klopt. Shiny Raikou Entei en Suicune in de film Sarawak Master of Illusions. Dat wist ik ook. Nee, ik niet. Okay. Welke film is dat? Dat is film 11, dacht ik. Nee, dat is niet waar. Veel later pas. Sarawak is de eerste film volgens mij van generatie 5. En dan is Sarawak en Sorowa zijn de enige Gen 5 Pokémon's volgens mij in die film. Als een beetje show-off, zeg maar. Net als dat de film van Lucario... ook alleen maar Lucario en Riolu volgens mij... en Munchlax... Ja, dat was film 8, toch? Ja, klopt. En dan daarna krijg je Manaphy. Dat is een mythical van... Sinnoh. Ja, maar toen zaten er veel meer... Toen was het ook echt al de Sinnoh anime. Hoe heet het? Die met, nee, 9 is Battle Frontier, toch? Met May. Nog. Nee, nee. It's Battle Frontier. Nee, dat is met Dan. Want Dan krijgt dat eitje. Dan heeft Ash ook een Buizel. Echt? Ja. Ik dacht altijd... Ja, dat weet ik zeker. Dan gaat Ash ook zo... Dan gaan ze ook zo zwemmen met die Buizel en zo. Ja, dat weet ik wel zeker. Oké. Alleen even verder op de Shinies. We zijn nog steeds bij generatie 2. Shiny Celebi in die allernieuwste film. Die gaat komen. Oké. Dat wist ik. Daar zit die Zaroot, die nieuwe mythical, ook in. Ja, ik hou me niet... Ik ben niet echt up-to-date eigenlijk. Nu zijn we bij generatie 3. Dustox. Wat Shiny Dustox. Oh ja, die wist ik wel. Natuurlijk. Even kijken. Dat is in Sinnoh. Volgens mij laat Jessie dan ook haar Dustox vrij. Ja. Ja, dat wou ik net zeggen. Dan, dat is toch... dan gaat Jessie's Dustox weg. En dat is dus ook zo.
Yep. Shiny Mega Gardevoir. Ook in Vulcanion en de Magical Marvel, zeg maar. Oké. Okay. Net als die Shiny Gang met Mega Gengar. Oh, ja, ja. Oh, mijn Nectric, hoe ga ik die verslaan? Ground Move. Ja, dat heb ik niet. Shiny Swallow, daar hadden we het net al over. Shiny Metagross. Kan ik me nog herinneren. Dan loopt James zo ergens alleen van Team Rocket. Ja, en dan loopt hij per ongeluk tegen zo'n Shiny Metagross aan. Ja, dat is ook in Sinnoh, dat weet ik. Ja, want dan gaat Team Rocket uit elkaar als het ware, omdat ze zo slecht zijn in Pikachu vangen. Hè, klopt. Denk je? Maar nee hoor, ze komen gewoon weer bij elkaar door die Shiny Metagross volgens mij ook uiteindelijk. En later komt ook nog Shiny Mega Metagross in als Stephen Stone die heeft. Is er namelijk een soort special met die Alan in volgens mij generatie. Ja, die heb ik wel gezien. Ja. Dan Shiny Mega Rayquaza in Hoopa in The Clash of Ages. De film. Ik heb echt geen idee waar ik naartoe ga. Volgens mij ga ik ook echt... Ja, ik ga de verkeerde kant op. Dan hebben we nog Shiny Druddigon van Claire. Maar die heeft Claire niet in generatie 2... Niet in Johto, zeg maar. Maar ze komen Claire nog een keer tegen in Black and White, dacht ik. Ja, de Druddigon, dat is toch ook die... Die Black and White. Ja, dat is zo. Ja, natuurlijk hebben ze die niet in generatie 2. Maar Claire is dus natuurlijk wel de gymleader van generatie 2. Ja, oké. Okay, maar die ken ik ook wel van de anime. Vaag nog. Want daardoor weet ik ook dat ik die Shiny zo vet vind. Mm-hmm. Omdat zij die heeft. Ja. Volgens mij heeft hij dan ook een soort rivaliteit met die Charizard van Ash, toch? Oh nee, met die Charizard van Iris. Ja, want die... Nee, Dragonite was het toch? Want, met de Dragonite, ja. Want zij kreeg haar Dragonite niet geobeyed. En toen zei Ash, haha, dus dat is mij ook ooit een keer gebeurd met de Charizard. Ja, dat klopt, ja. Dan heb je Shiny Golurk in Pokémon Black film. Victini en Rasher. Ziet eruit, überhaupt. Die is een beetje zilvergrijzig. Met groene accenten. Best wel vet. Zeg me niks, maar oké. Shiny Hydreigon in Pokémon White, de film. Shiny Genesect in de film van Genesect. Ook nooit gezien. En die zit trouwens ook in een anime aflevering. Echt? Ja. Shiny Genesect? Ja. Als build-up naar die film, zeg maar. Dat kan ik me nog wel herinneren. Ik moet wel even opletten. Ik weet niet meer welke Pokémon er komt. Oh, Sableye. Shiny Hawlucha in generatie 6 aflevering. Dat kan ik me nog wel herinneren. Dan gaan ze een soort film maken of zo. Dat is best wel grappig. Hé, hey, dat doet me denken aan Black and White 2. Shiny Phantom. Dus in zo'n aflevering dat ze in zo'n bos gaan. Die vind ik ook wel vet, Shiny Phantom. Klopt. Die is toch wit? Die is inderdaad wit, ja. Dat klopt. Ja, die kan ik me ook nog wel herinneren. Die vond ik ook wel vet. Shiny Charizard in episode 984. Dat is, even kijken, generatie 6 ook zo te zien. Welke? Charizard? Charizard, ja. Maar dat is toch een safe Pokémon? Ik bedoelde ook Gen 7, sorry. Shiny... Die serie heb ik ook niet gezien natuurlijk. Dus. Nee, ik ook maar heel weinig in ieder geval. Shiny Fikevolt, waarschijnlijk is dat dezelfde als die Charizard, alleen die zit wel pas in een veel latere aflevering als ze hem dan weer opnieuw tegenkomen, zeg maar. Ja, precies. Zo'n beetje net als de Jigglypuff en de Sandile. En hebben ze nog meer van die Pokémon die wel regelmatig... Maar dit is gewoon van de trainer, zeg maar. Oh, dat is wel van de trainer? Ja, Oké. Ik had verwacht dat er dan ook een wilde was die ze steeds opnieuw tegenkomen. Maar... Oké. Ik zou hier best wel graag willen healen, maar...
Wacht, hield deze... Ja, zij hield mij toch. Ja, nice. Shiny Mimikyu. In natuurlijk Sun and Moon anime. Shiny Tapu Koko in Sun and Moon anime. Denk ik. Ja. Shiny Guzzlord in Sun and Moon anime. Even kijken. Shiny Guzzlord. Dat is wit, toch? Ja, dat is die met die Cheetos mond. Dat hij net Cheetos heeft gegeten. Ik vind... Sorry dat ik het zeg, maar ik vind de meeste Ultra Beasts echt niet mooi. Nee, ik kan me wel voorstellen. En dan als laatste Shiny Magearna. Dus dat is een generatie 7 Pokémon trouwens. Niet generatie 6. Hm. En dan hebben ze allemaal gehaald. Ja. Nou, dat was een hoop. De aflevering is waarschijnlijk nu voorbij, ongeveer ook. Of dat niet? Ja, inderdaad. Maar ik moet nog heel eventjes deze Pikachu verslaan. Dus, doe jij aan YouTube en denk je, waarom moet ik de aflevering vullen? Gast, doe gewoon een aflevering over alle Chinese Pokémon en je hebt zo een aflevering gevuld. Echt, hè? Geniaal. Sky Uppercut. En ik heb het gevoel dat ik er een paar mis, maar dat kan ook aan mij liggen. Want volgens mij in die film Black and White, zeg maar, zitten er veel meer naar mijn gevoel. Maar volgens mij heb je ook heel weinig Sinnoh-Pokémon opgenoemd. Maar... Ja, maar volgens mij zaten er in Sinnoh ook niet zo heel veel. Nee, dat is ook wel zo. Ik moet tegen een Sableye en ik denk, wat moet ik daar tegen doen? Maar daar kun je helemaal niks tegen doen. Niks is perfectief. Oh, dan ben je bijna net zo ver als dat ik ben, denk ik. Oh, echt? Ja. Ik moet tegen... Ja, een Sableye. Ik wou net de naam van een man opnoemen, maar dat ging me iets te snel. Is het niet zo'n vrouwke, zo'n geestvrouwke? Ja. Ja, nu je het zegt. Oh, volgens mij... Ik moet heel even kut leren aan een Pokémon. Like the dude. Let's go. Echt, ik had er geluk, want ik was confused. Oh, ik haat moves, of HM moves. Wel blij dat ze daarmee gestopt zijn. Ja, dat is echt een goed ding. Ik bedoel, er zijn wat features in nieuwe games. Ik denk van, oh, moet dat nou echt? Maar, alhoewel, ja, ik vind de... Zeg maar, in het begin vond ik de experience share, hoe die was, veel beter. Mm-hmm. Maar... Ja, ik niet hoor. Ik ben wel blij met die... teruggekomen, zeg maar. Sorry. Dat ik niet moeten rennen. Ik ga nog heel eventjes, voordat ik de aflevering stop, even een Pokémon laten evalueren. Ja, doe maar rustig aan. Het is niet alsof ik in een battle zit, maar stel, ik zou tegen... in een battle zitten, dan zou ik wel tegen de eerste van de twee Pokémon's zijn ongeveer. Zeg maar. Ja, dus je hebt wat tijd. Dan, als dat wel zo zou zijn, natuurlijk dan. Je kan wel goed ouwe hoeren, jij. Ja, natuurlijk altijd. Dan. Ik heb een Roserade. Woep woep. Cool. Oh ja, cool. Die kon je natuurlijk influeren door die stone die je had gevonden. Ja, die heb ik nu net gevonden. Very cool. Nee! Wie is er dood? Wie is er dood? Wie is er dood? Ik ben echt dom. Wie is er dood? Zuko, mijn camera-ups. Oh, wat kut. Weet je waarom? Nee. Omdat ik dacht, Lombre, dat is een grass-type. Het is wel waar. Nee, dat is water. Sander, je bent echt een debiel. Dat klopt. Oh. Ik haat mijn leven. Ik lach me diep van binnen huil ik. Oh. Deze gast had ik ook eerst gewoon overgeslagen. Hè? Very sad. Maar ja, ik wou even teruggaan om te healen. En toen weet je zo van, je mag niet rennen. Want je dan, kan, je kan in die route waar je nu bent, kan je straks wel healen. Bij het stukje waar je zo naar beneden kan. Daar staat een zuster Joy om te healen. Oh. Maar is het al tijd om de aflevering te beëindigen? Ja, ik moet alleen een Grumpig nog verslaan. Als ik eventueel mijn favoriete Pokémon in een battle zou zitten. Mijn favoriete Pokémon. Ja. Weet je dat nog?
Ja. Ik wist dat ook oprecht niet totdat ik die aflevering terugkeek. Ik dacht, oh ja. Is dit ooit gebeurd überhaupt? Oké. Okay. Ik wist niet dat jij zo'n hater was. Nou, zo erg is hij niet, maar... Wacht. Mirror Code? Oh nee, Magic Code. Pew. Als ik ook normaal al was verloren, dan was ik echt woest geweest. Door Mirror Code. Nee, dat was echt... ik ben hier wel klaar. Ja? Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Oh ja, dat snap ik. Ik zou uit het raam springen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag. Voordat ik zeg dat ik jullie... Het raam zit dicht. Jammer. Oh, het raam zit dicht. Oké. Nou, helaas. Nou, dan kan je maar beter wel abonneren op Sander's kanaal. Want hij is dus blijkbaar niet dood. En dan zie ik je de volgende keer weer. Adios, amigos. En joejoe.